Dear sir, 10 guests will be arriving shortly from Netherlands. In order to make their stay as comfortable as possible, I would kindly ask to place the contents of this package in two separate rooms. Thanking you in advance, sincerely, Imol. Sri Lanka, door ontdekkingsreiziger Marco Polo omschreven als het mooiste eiland van deze omvang ter wereld. Ongeveer zo groot als Nederland en België samen. Dit is het terrein van Wie is de Mol 2015. De ingrediënten. 1 eiland, 9 kandidaten, 1 mol. Ook dit jaar opereert die mol weer ondergronds. Maar kies deze keer ook de aanval waar het kan. De mol laat van zich horen, zet dwaalsporen uit en lokt kandidaten in de val. Die kandidaten proberen door het uitvoeren van opdrachten zoveel mogelijk geld te verdienen voor de pot. Die gaat naar de kandidaat die in de laatste aflevering de mol weet te ontmaskeren. De jacht is geopend. Wie is de mol? Hebben jullie achter de rug. Maar hier begint de jacht. Colombo. Stad van 3 miljoen zielen. Stad ook waar de Nederlanders het in de Gouden Eeuw het voor het zeggen hadden. Maar dat weten jullie natuurlijk allemaal, goed voorbereid als jullie zijn. Toch? We hadden al echt tegen elkaar gezegd, op het moment dat we Art zien, dan is het begonnen. Dat was wel echt het moment dat ik dacht, ja, ik zit in Wie is de Mol. Het is echt aan het gebeuren. Man, echt kippenvel van mijn tenen tot aan mijn kruintje. Het spel is begonnen. De mol, die weet precies wat er gaat gebeuren. En heeft het aanvalsplan ook al klaar. Voor de rest van jullie wordt het een onzekere tocht. Maar er is niet veel tijd om te praten. Ik heb hier 5 foto's van reizigers die tussen 5:30 en 6:30 hier de trein gaan pakken. 4 van hen hebben een envelop bij zich met in totaal €2000 erin. De andere reiziger heeft 2 vrijstellingen op zak. Ik hoef het niet uit te leggen, hè? Als je een vrijstelling inzet, kun je niet afvallen.
aan jullie de taak om de 5 reizigers te vinden voordat ze in de trein stappen. En dat doen ze tussen 5 en half 6. De vrijstellingen die mag je houden als je ze vindt. De gevonden enveloppen die lever je bij mij in. Heel veel succes. De eerste opdracht. Die kant op. Sri Lankanen overal, trappen op, trappen af. Omroepberichten en treinen die tuterend binnenkwamen rijden. Wat is dit? Het leek wel een mierennest. Warm, druk, zweterig. Dat was het station in Colombo. Ja. Jongens, kom, hop. Wie heeft de enveloppen? Carolina. Jij. Jongens, gewoon setjes van 2. Doe maar, de vrijstelling is gewoon voor degene die hem vindt. Iedereen heeft natuurlijk gewacht tot dat moment. En op het moment dat dat losging, ging het ook goed los. Chaos. Dat was gewoon paniek en verwarring. En mensen die meteen begonnen aan de opdracht. Wie gaat naar bron 1? Wie gaat naar bron 1? Wij gaan naar bron 1. Ik dacht gelijk, oké, we moeten nu weg, want anders stappen ze in die trein. Dus volgens mij ben ik en mijn lijntje echt zo, jij moet dat doen, jij moet dat doen, jij moet dat doen. Oké, we gaan nu allemaal weg. Jullie gaan naar bron? Wij gaan naar het achterste bron. Wij gaan hier naar de middelste. 3. Pakken wij de volgende. In teams van 2 zouden we ieder een bron afgaan. We kregen enveloppen en daarin zaten foto's. We hebben even een verdelingje, vrouwen en mannen. We hebben 2 mannen, 3 mannen. Hier nog een vrouw. Ze kunnen andere kleren aan hebben, dus we moeten gewoon heel goed naar de gezichten kijken. Kijk naar de neuzen, ogen, lippen, bakkenbaarden. Deze 2 hebben vrij lange bakkenbaarden. Zij heeft een soort iets van een vlecht op de hoofd. Ja, maar die bloesjes en dingen, dat is niet helemaal zo. Maar die vlecht kan natuurlijk wel zo zijn. Oké. Margriet, laat die enveloppen nog zien. Sneller, hier moet je op letten. Waarom? Op een envelop. Ja, maar die hebben ze misschien wel helemaal niet in hun hand. Het probleem was, die 3 mannen. Die leken ontzettend op elkaar. En die 2 vrouwen eigenlijk ook. Yes, wat moeilijk zeg. Nee, nee. Dat is het niet. Ze staan gewoon allemaal te kijken. Oh, kom op. Bijkomend probleem is dat alle vrouwen in Sri Lanka dat prachtige donkere lange haar hebben in een staart. En alle mannen kort donker haar in hetzelfde Playmobil kapsel. Oké, maar nu, kijk, daar is de trein. Dus nu wordt het interessant. Chris kwam met het voorstel om het achterste perron te nemen. Daar is een ingang. Zijn theorie was dat er 1 manier is om op dat perron te komen en er van af te komen. Dus dat was wel een goeie van hem. Daar ging ik mee akkoord. Stel je voor, we zien hier eentje op het andere perron. Ja, dan ga ik rennen. Okay. Ja? Dan haal jij hem. Nee, haal jij dan haal ik hem. Dan haal ik hem. Andere perron haal ik hem. Okay. Mijn naam is Ejwed Elmiloudi. Ik presenteer televisieprogramma's bij de KRO NCRV op Nederland 3. Waaronder de Keuringsdienst van Waarde en Puberaal. Dit gebruiken bakkers dus als broodverbeteraar. Ja. Gemaakt van mensenharen. Dat weet ik niet. In dit geval. In dit geval. Ik ben geloof ik de jongste van de groep. En ik zie Wie is de Mol, zie ik toch als een soort van testcase voor het leven. Ik denk dat ik door dit avontuur echt wel dingen meegemaakt heb waarvan ik achteraf denk, dat is een wijze levensles, Ejwed. Oké, begin jij daar of daar? Ik begin hier en ik kijk daarheen en ik kijk daarheen. Jij aan die kant en bovenkant. Ik had bedacht om dan naar het achterste perron te gaan. Omdat ik dacht van, nou, waarschijnlijk valt daar het meeste halen. Want dat ligt natuurlijk het verste weg, het minst voor de hand liggend. Dus dan moet je beter zoeken. Vanaf mijn eerste 2 stappen was ik al om me heen aan het kijken. En mijn ogen vallen zo op een kuiltje in een kin. En dat was een jonge man met een rugtas. You have something for me, my friend. En ik zeg, you got something for me. Iets te zeker voor mijn zaak. Maar ja, goed, voor mijn gevoel wist ik het ook zeker. Thank you very much. Have a nice day. Yes. Ashford heeft echt binnen, ik denk, 5 seconden heeft hij een gast te pakken met een bril die er totaal anders uitzag dan op de foto. En hij haalt 2 vrijstellingen uit de Keelse boszak. Of dus die krijgt hij overhandigd. Oké. Voel je echt ineens gewoon Inspector Gadget. Ik ga alles vinden. Wat doen we met de vrijstellingen? Hoe bedoel je? De hele wijze. Ja, die zijn van ons, toch? Oké. Maar we zijn er 2, we zijn met z'n 10. Dus wij hebben er allebei 1. Check.
Ik ben best goed in gezichten. Ik dacht, ik print die mensen in mijn hoofd. En dit moet mij lukken. Dit kan ik. Niet. Niet makkelijk. Ja, toen was het toch niet echt zo makkelijk, omdat er zoveel mensen liepen. Af en toe kwam er weer zo'n hele horde met mensen van een trap af en ik kon het gewoon niet zien. Het is sowieso iemand die alleen staat, denk ik. En deze, wat erg dat ik dit doe, maar is het die vrouw? Deze, echt niet? Weet je het zeker? Nee, ze is jonger en ze heeft een bol. Oh man. Hier, we gaan ervoor staan. Al die mensen denken echt dat wij koekoek zijn. Hey, die man die daar staat? Is dit die man in het witte shirt? En dan, wat moeten we zeggen? Bent u dit? Is this you? I think this is you. Do you have an envelope? What's you? Do you have? No? Do you have an envelope for us? Excuse me? Do you have an envelope? We zijn gewoon maar als een debiel gaan rondvragen van... Hello, is this you? Do you have an envelope for us? Do you have an envelope for us? Is that you? You have an envelope? Do you have an envelope for us? Op een gegeven moment zijn we gewoon echt iedereen gaan vragen, bent u dit? Wat ook best wel raar was natuurlijk, omdat voor ons leek het allemaal heel erg op elkaar. Maar die mensen stonden echt wel een paar keer te kijken als je vroeg, is this you? Dat ze echt aankeken, gast, ik lijk er niet eens op. Do you have an envelope for us? Are you in these pictures? Envelope. Do you have? Sommige mensen dachten dat wij op zoek waren naar vermiste geliefden. Dus één mevrouw vroeg ons ook, why don't you put an ad in the paper? Wat moeten we doen? Moeten we dit hele perron gewoon aflopen? Ja, laten we dat maar doen. Maar ze vertrokken dus er 5:05. Het kan ook zijn dat ze al weg zijn, natuurlijk. Does anyone has an envelope for us? Please, tell us. No? No one on this picture? Is you? No? Ik ben Martine Sandifort. Ik ben cabaretière en actrice. Ik heb gespeeld in Toscane, Kopspijkers, Koefnoem. Ik ben Dr. Corrie. Ik stond in het theater met Alex Klaassen. Nou, ik zou zeggen... Wat is je probleem? Ik observeer graag mensen, doe ik ook voor mijn vak. Ja, dat ga ik inzetten, daar maak ik gebruik van. Please tell us, do you have an envelope for us? Speak to her now. Excuse me, you have an envelope? Is this you? No? Hij zat op een gegeven moment in een trein. Om daar met mensen zo van, wie heeft hier een envelop? Nick, kom er, ze kunnen onmogelijk in een trein zitten. Hoezo niet? Ze pakken de trein. Omdat ze een trein moeten pakken. Ja, maar ze zitten toch nog, ze zijn nog niet weg. Ja, straks rij jij weg. Nee, naar de pech. Ja, wat? Hè? Ze zei dit. Die vrouw die daar schijnt aan de overkant. Waar? Die vrouw dit. Waar zei dit? Jongens, Margriet, dat is er. Dat is een van die vrouwen. Nee, hier voor je. Deze? Op een gegeven moment was de chaos compleet. Iedereen begon zich met iedereen te bemoeien. Kijk daar. Op een gegeven moment stond Marlijn op een ander perron naar ons te schreeuwen. Die vrouw, pak die vrouw, dat is er. Do you have an envelope? Het is er niet. Nee, ze hebben allemaal een staart. Die vrouw kwam niet in de buurt van de foto's. Dus eigenlijk was iedereen radeloos. Nee, niks. Helemaal niks. Dat vonden wij ook niet. Ja, het is echt niet. Zijn jullie daar geweest? Ja. Hé, wat doen jullie hier? Hey. Kunnen jullie iets vinden? Nee, we zijn net dat hele perron af geweest. Ja, wij ook. Hier. Jongens, dit is ons perron. Ja. Wat is dat? Ga naar je eigen perron. Ja, we zijn net het hele perron ja, af geweest. Ja, doe het op je eigen perron. Marlijn werd op een gegeven moment heel boos dat we op haar perron waren. Die heeft me bijna voor een trein geduwd omdat ik op haar perron liep. Dat is toch heel raar? Ik vind dat... Nee. Dat is super gek, wat doen zij hier? Niemand houdt zich meer aan welke regel dan ook. Is you? No? Oh, ga zo. Dag geld, dag prijsstellingen.
Niks, geen geld. Jullie wel? Hebben zij al iets? Margriet, hebben jullie al iets? Die vrouw van net. Nee, zeg was je? Het niet. Jullie hebben niks? Nee. Jullie? Nee. Heb je iets gevonden? Nee, ja, nee. Toen ik 10 meter verderop zat. Ja. Mag ik in je tas kijken? Als ik in jouw tas mag kijken. Is goed. Rick en ik zijn niet de hele tijd bij elkaar gebleven. Dus ik vind het wel een beetje moeilijk. Ik voor hetzelfde geld sta ik echt voor paal dat hij de mol is. En dat hij gewoon een envelop heeft gepakt die stiekem weg heeft gegooid met allemaal geld erin. Dat ik daar gewoon naast stond, maar het niet heeft gezien. Echt geen envelop. Nou, er is er nog één. Ja, you don't fool me, man. Ik ben Evelien Bos. Ik heb bij MTV gepresenteerd. En tegenwoordig bij Willem Wever op ZAP. Jij liep door de stad en je kwam dat bordje tegen. Toen dacht jij, ik heb een vraag voor Willem Wever. Ja. Wat is DNA-spelen? Gaan we uitzoeken. Mijn strategie is goed opletten, observeren. Helemaal niks. En niet te veel op de voorgrond treden. En? Niks. Nada. Jullie? Zero. Ook niks. Geen geld. Zero. Zero. Vrijstelling? Wat zeg je? Hebben jullie vrijstelling? Nee, we hebben niet eens iemand gevonden. We waren weer allemaal bij elkaar. Teleurgesteld gezichten, want niemand had geld. Niemand had vrijstellingen, dachten we. De opdracht was helder. Reizigers vinden voordat ze in de trein stappen. Dus 2000 euro konden jullie verdienen. Mag ik de envelop hebben? Heeft er iemand enveloppen? Die mag je zelf houden. Oh. De hele groep dacht van, wat is dit? Wat gebeurt hier? En volgens mij was dat een grote fout van hem. Want waarom zou je dat laten weten? Is er nog iemand die geld verdiend heeft voor de pot? Niets. 2000 euro hadden jullie kunnen verdienen. 0 euro. Lekker begin. Tot morgen. Waar heb jij die man gevonden? Zeg het. Oh. Nee, wist jij dit niet? Wist jij dit? Nee, wist jij dit? Ja, wist jij dit? Wist jij dit? Nee, ik wist niet dat hij dit... Wat zit je nou? Ik heb tegen iedereen zitten verkondigen dat wij helemaal niks hebben gevonden. Geen geld, geen vrijstellingen. En iedereen kijkt natuurlijk naar mij van, ja, maar jij, wacht even. Jij zei, wist jij hiervan? Ja, natuurlijk wist ik ervan. Kijk, als ik Ashwet was, had ik natuurlijk nooit gezegd dat ik vrijstellingen zou hebben. Ik vond dat Chris erg nonchalant reageerde op het feit dat zijn maat twee vrijstellingen had gevonden. Waarvan er toch eigenlijk ook eentje voor hem was. Als het mij was gebeurd, ik wist het wel. Ik had gevochten als een leeuw om één van die vrijstellingen te bemachtigen. Want een vrijstelling, man, dat kan je automatisch een aflevering verder brengen. Ik wist niet dat hij... Nee, maar ik wist echt niet dat hij nu naar voren zou gaan stappen. Ik had twee vrijstellingen. Maar je wist al dat hij zou halen. Ik had een vermoeden. Dus min of meer ben ik nu de gebeten hond. En dat is natuurlijk tactisch gezien heel erg sterk van Ashwet. Die soort van als een... ik weet het ook niet. Ik naar voren stapt en ik heb hier... Ja, wat zijn dit ongeveer? Oh, dit zijn vrijstellingen. Lagen er 5 kamersleutels. Hi. Victorie pakt als allereerste gids die een sleutel weg. Kamer 2. Oh, dat is... Mag ik mee? Waar is dat? Ja. Ik heb een sleutel. Niet zelf. Ik ga het bij mij. Ik heb kamer 6. Ik wil met Ashwet. Pieter? Ja, ik ga naar kamer 6. Kamer 6. Begrijp ik het goed? Zeg je? Begrijp ik het goed? Dat je beide vrijstellingen
Voor jezelf dan. Op het perron heb ik aan Eshwet gevraagd van, wat ga je ermee doen? Krijg ik ook een vrijstelling? En in die hectiek heeft hij gezegd, ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik kreeg hem niet. Waarom heb je hem nog niet gegeven? Er is iemand anders, ja, die mij heeft benaderd. En die heeft gezien dat ik ze heb gekregen. Maar ik heb het ook gezien, dus dat is 1-1. Waarom zou een ander wel geven? Omdat die ander misschien mij de tip heeft gegeven om die persoon aan te spreken. Binnen 10 seconden. Nog sneller. Wie had hem in dat kleine aantal seconden daarop kunnen wijzen terwijl ik naast hem sta? Dus dat vind ik een sterk verhaal. Dat kan niet. Nice. Nou, allereerst die hele mooie kamer aan het bewonderen. En ik kijk zo en ik zie ineens iets liggen, een bloemetje. Dus ik dacht in eerste instantie nog van, wat leuk, weet je. Je krijgt wel eens een chocolaatje of een bloemetje in je hotelkamer. Is het een briefje? Zullen we dat met z'n tweeën doen? Zo. Ja, ja, ja. Als een van jullie erin slaagt om penningmeester te worden, krijgen jullie allebei 1 joker bij de test. Maar vergeet niet, voor wat hoort wat. Ik wens jullie een goede nachtrust, de Mol. Een brief van de Mol? Nou, dat is natuurlijk wel super als je een joker kan verdienen. Maar we moeten iets terug gaan doen. Zouden die anderen dit ook hebben? Ja, dat is de vraag. Oh jeetje. In de bureau van kamer 3 liggen 2 jokers voor aflevering 1. Niet. Kak. Daar zitten Evelien en Carole. Als jullie deze vinden, mogen jullie ze inzetten bij de test. Maar vergeet niet. Voor wat hoort wat. Jullie zijn de enige die het aanbod. Ik wens jullie een goede nacht. Nee. Hoe gaan we dat doen? Daarvoor zouden we moeten inbreken in kamer nummer 3. De kamer van Evelien en Carolina. Zouden ze bij de receptie een loper hebben van kamer 3? En daar lag dan de schat. 2 toch wel zeer waardevolle jokers. Wij kunnen toch niet in ons eentje bepalen dat een van ons dat wordt? Nee. Dus die groep die moet dat... Die moet zeggen. Ja. Die moet aan groep moeten beslissen. Dat is een goed idee. En aan ons, of zou ik maar zeggen voor jou of voor mij. Ja. Ik ben Margriet van der Linden, journalist. Ik hou wel van een stout gesprek. Zo. En wat is een stout gesprek? Nou, dat je mensen ook al om een ander been probeert te brengen. Ik was hoofdredacteur van Opzij. Die baan heb ik opgegeven in 2013. Om me volledig te richten op schrijven. En binnenkort komt mijn eerste roman uit. Nou, laten we daarop spelen. En als ze niet meegaan... Nou ja, dan geen 2 jokers. Als ze niet meegaan, zou jij alsnog mij kunnen oproepen. Ik bedoel, we hebben 2 kansen. Jij zegt dat je naar de wc moet. Je gaat naar de receptie en vraagt aan de receptie. I forgot my key. En? In the room. Do you have spare key? Heb je reservesleutel? Dat is een supergoed idee. Okay, je gaat met die reservesleutel naar kamer 3. Ja. Oké, gaan we doen. En haalt die jokerstraat. Oké, dat was je plan. Ja? Ik ben Victor Brandt, presentator van SBS6. Presenteer daar verschillende televisieprogramma's. De meeste mensen zullen mij kennen van Shownieuws. En op dit moment ben ik te zien met Hoeveel ben je waard? De beker met beste vertolker van het levenslied RTV Noord-Holland 2006. Onbetaalbaar. Ja. Ja. Mijn sterrenbeeld is waterman en ik ben ook wel een typische waterman. Ik lig wel redelijk makkelijk in een groep. Ik maak makkelijk contact met mensen. Ik denk dat mensen mij ook wel redelijk snel vertrouwen. En dat zou op zich wel eens een goede eigenschap kunnen zijn in dit programma natuurlijk. Zo, dus iedereen zit zoals die zit. Wat zijn je hobby's? Ja. Ondertussen zitten wij met elkaar te borrelen. En ik zie ineens dat Victor vraagt onze kamersleutel. En die loopt ineens weg. Op een gegeven moment moest ik echt even naar het toilet. Dus ik ging van tafel. Dus op weg naar het toilet voel ik aan die deurkruk. En ja hoor, die deur gaat gewoon open. Met hartslag 380...
die kamer doorgestormd. Laadjes open, laadjes weer dicht. Geen jokers. Dus ik denk, hè? Is hij nou gaan kijken zonder mij? We hadden een plan en hij is dus gaan kijken zonder mij. Uiteindelijk was ik even alleen met Marlijn. En ik vertelde haar, joh, ik ben net die kamer ingegaan. Heb die laadjes opengetrokken, maar daar geen jokers gevonden. Ze liggen er niet. Iets in mij zei, dit klopt niet. Het klopt niet, het klopt niet, het klopt niet. Dus wat heb ik gedaan? En ik ben meteen gewoon, hop, die kamer ook ingelopen. Deur open, lades open. En wat ligt daar? Twee jokers. Hallo, ze liggen er gewoon wel. Niet! Ja, ik zweer het je. Jij lult echt uit je nek. Wat zou ik dan hebben om tegen jou te zeggen dat ze er niet liggen met het gevoel dat ze Alex toch gewoon in je zak gestoken en ze gaan kijken? Ik zweer, ze liggen gewoon in die laad. Schat, ik heb echt op mijn erewoord gekeken, ze lagen er niet. Waar zijn die andere twee nou, jongens? Ik denk dat het koud is van mijn bedrijf. Bottom line is, jij hebt die jokers. Ja. Ja, ik heb die jokers, ja. En we hadden een deal. Als hij de mol zou zijn, had hij die jokers, weet ik veel, kunnen verstoppen. En ervoor kunnen zorgen dat ik ze ook niet had gekregen. Oké. Pas er goed op. Eén ding aan het hele jokerverhaal zit mij nog niet lekker. Voor wat hoort wat. Wat zou dat kunnen betekenen? Amper 24 uur in het spel en de groep is nu al verdeeld tussen degenen die bericht hebben gekregen van de mol en de onwetende. Er worden deeltjes gesloten en twijfel gezaaid. Want waarom liet Ashwet de vrijstellingen zien? En hoe kan het dat Victor de jokers niet kon vinden en Marlijn wel? Misschien wordt bij de volgende opdracht meer duidelijk. De groep gaat van alle kanten geobserveerd worden. Niet alleen de kandidaten, ook de mol. Wie is de Molgebouw? Echt een prachtig mooi verlaten pand met de ramen die waren gesprongen, afblauwerende verf. Oud rottend hout. Je zag gewoon dat er al jaren, ja, dat er niks meer leefde en niks meer gebeurde. Dus het was een beetje een soort van spookhuisachtig iets. Je hebt iets van yes, we gaan hier een opdracht doen. Goedemorgen. Goedemorgen. Van een overvol treinstation naar een verlaten politiebureau. Van 0 euro in de pot naar 2000 euro in de pot. Tenminste, als het jullie lukt deze opdracht wel tot een goed einde te brengen. Hierbinnen zien jullie dadelijk een stapel monitoren. De eerste monitor is het startpunt. De laatste monitor zie je geld, 2000 euro. Zorg ervoor dat er een ononderbroken rode lijn van de eerste naar de laatste monitor loopt. Jullie krijgen 3 kwartier. Veel succes. Ga naar binnen. Dit kunnen wij net. In dat oude gebouw was een control room. Met heel veel verschillende schermen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We moesten zorgen dat er op een grote stapel monitoren een rode lijn zou verschijnen door camera's verspreid door het gebouw op rode lijnen te richten. Patroon dat op een iPad voor ons lag, waardoor het dus niet zo heel ingewikkeld leek om dat te maken. Dat iemand, mensen, nog iemand hier blijven staan, ja, om dit door te geven. Ja. Als we dan ergens in het gebouw een rode lijn vonden, moesten we met een camera uit de control room die rode lijn filmen. Iemand in de control room zou dan zeggen, ja, dit is het juiste shot. En op die manier zouden dan over al die monitoren een ononderbroken rode lijn ontstaan. Dat is het begin. Je bent hier. Ja, dan gaan we zo. Dan gaan we zo, 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 zo. En aan het eindpunt, de laatste monitor, wachten ons dan 2000 euro. Eitje koekie, zou je denken. Als we nou één iemand de leiding geven, die hier in de control room achterblijft, met nog iemand, of twee,
de controle wel wisselen. Dat niet steeds hetzelfde in de control room blijft. Ja, ja. Ja, prima. Als de mol blijft. Maar wie begint er in de control room en neemt hier de leiding? Ik ben Nachtlicht. Margriet? Maar dat wil zeggen dat jij hier wil blijven. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik doe best op pad hoor. Ja, maar je bent met z'n tweeën, kan je hand vasthouden. Ik begin hier in de kamer met Pieter. Oké. Ja. Het werd vrij snel mama Margriet. We houden één porto hier, we gaan met drie teams met een porto op pad. Ja. Zij zou via de portofoons ons door dat gebouw loodsen in groepjes op zoek naar die rode lijn. We hadden drie kwartieren tijd. Je moest ook niet te lang blijven ouwehoeren. Hallo, wij gaan naar boven. Dus Martine en ik hadden al vrij snel een portofoon te pakken en dachten, oké, het is allemaal duidelijk. Ja, het is mooi opgeknapt. Kijk dan. Wij gaan gewoon alvast ervan door. Kijk jij die? Ja. Ik vormde een duo als eerst met Marlijn. You do the talking. Wat zeg je? You do the... Ik heb er een. Ja, heel goed. En wij hadden eigenlijk in no time de eerste streep te pakken op een trap. Pieter? Nee, dit is Margriet. Over. Margriet, ik heb een rode lijn. Ja, ik heb ook een rode lijn. Over. Eerst Eget. Hoe ziet hij eruit? Hij legt een liggende L. Zeg maar. Evelien hier, we hebben een blauwe, donkerblauwe achtergrond en een lange lijn. Maar uiteindelijk werden er dingen gevonden en begon iedereen tegelijkertijd door die walkie-talkies te praten. Ik herhaal met een rode achtergrond. Een rode achtergrond. Een donkerblauwe achtergrond, over. Die communicatie was niet echt heel erg goed. Marlijn voor Margriet, over. Niks er werd niet helder teruggepraat. Het is een L, maar de onderkant is langer dan de bovenkant. Dus uiteindelijk werd het al heel snel duidelijk. Wij gaan dit niet via een porto doen. Wij gaan gewoon op en neer rennen. Wij komen nu naar jullie toe. We zijn 2 minuten afstand. Oké, breng je de camera? Ja, ik ben Marlijn Weerdenburg. Je kent me misschien van de televisieserie Danny Lewinsky op SBS6. Ik ga er vandoor, sorry. Oh, je kan beter decaf nemen, hè? Ja, cafeïne, dat is niet goed in jouw toestand. Ik ben niet zwanger. Oké, hij langer is hij niet. Het feit dat mensen mij snel vertrouwen, daar ga ik natuurlijk enorm gebruik van maken. Kan je even vragen of je hem goed ziet? Ja. Zien jullie hem goed? Ja, hij is goed. Dankjewel. Ja, ja, top, als je bent, top. Helemaal goed, hij staat goed. Echt, het was eigenlijk best wel makkelijk. Wij hebben er één. Wil jij de kabels jouw zijn? Zes. Ja, kom. Kijk uit hoor. Evelien? Evelien? Hallo? Ik zit vast. Oh, kut. De camera die zat er helemaal in de knoop. Dat was echt heel vervelend. Jongens, wie wil helpen dat ding uit de knoop te halen? Het zit helemaal in de knoop. We moeten terug, Evelien. Je redt het niet, hè? Maar is het dan niet de camera? Dat kan natuurlijk ook nog. Daar snapte ik sowieso al niks van. Ik denk... Heeft de mol hier nu al allemaal knopen gelegd? Ja, het zou kunnen dat ik dat gewoon helemaal niet heb gezien. Ja, ik heb er een. Sorry, Marlijntje. Ik heb er eentje. Margriet? Ja, Pieter hier. Ik heb de porto van Margriet. Pieter, ik heb er een. Ik wil in het begin vooral zien waar iedereen mee bezig was. Dus inderdaad kijken op wat voor manier mensen dingen doorgaven. Of mensen inderdaad gewoon doorgaven. Er gaat een rode lijn van boven naar beneden. En die maakt een bocht naar rechts. Dat is in principe niet heel moeilijk te omschrijven. Het is een stemvork, maar dan, ja. Maar dan waren toch mensen die het presteerden om dat te omschrijven als een liggende L op zijn kant en dan 3D gekanteld. Ik heb er een, zeg maar, een U. Ja, een U. Een U. Een U op zijn kant. En hoe ziet de achtergrond eruit? De achtergrond is bruin-grijs. Bruin-grijs. Oké, okay, Eshvet heeft deze gevonden volgens mij. Dat is deze, hè? Dat is dit scherm. Dus Eshvet moet 8 hebben. Ik ben Pieter Derks, cabaretier. Je kent me van mijn theatershows. En ik heb in De Wereld Draait Door 2 jaar lang elke vrijdag de week afgesloten. Ik heb namelijk ontdekt dat ik van nature geen heel erg zichtbaar persoon ben. Nee, als ik in gewone kleren een ruimte met mensen binnenwandel, dan ga ik gewoon op in de massa en dan verdwijn ik. Ik zou een goede mol kunnen zijn omdat ik redelijk stil en teruggetrokken ben. Maar tegelijkertijd alles wel heel goed in de gaten houden. En het heel leuk vind om af en toe sneaky eventjes wat dingetjes te verleggen. En één belangrijk ding, ik ga jullie vanavond niet de waarheid vertellen. Ik was als verkenner op pad. En ik kon eerlijk gezegd geen rode lijn vinden. Yes, oké, kom maar. Hij moet in de gele. En jij zei de camera draaien. Volgens mij wel. Wil jij de porto vragen of... Want hij, volgens mij stond hij zo. Volgens mij is dit hem. En nu? De
gebeurt niets. Kijk, daar gebeurt iets. Daar gebeurt iets. Dat is de verkeerde. Dat is de verkeerde camera. Nee, hij moet andersom. Nee, het is de verkeerde camera. Kijk, het is die. Zie je dat? Oh, fuck. Wie is dit aan het doen? Hallo? Hallo, Margriet. Wij zijn nu met een beeldmaker bezig. Zie jij wat? Over. Hallo? Hallo, Margriet. Ja, zeg het maar. Je hoort me wel. Over. Yes. Hebben jullie een blauwe ondergrond? We hebben een blauwe ondergrond over. We hebben nu een beeld gemaakt. Zien jullie dat? Ja, ja. Dit is goed, maar wel de verkeerde camera. De verkeerde camera. Zeker weten, over? Ik heb 6 gepakt. Jullie hadden camera 4 moeten pakken. Kom, we gaan nu weer halen. Over. Go, 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 go. Dat lukte voor geen meter. Moest het weer terug, weer met dat hele snoer die kant op. Victor voor Margriet, over. Oké, controle van Victor. Pieter hier. Pieter, we hebben een rode streep op de muur gevonden. Ja, op de eerste verdieping. Oké, camera 6 is hier. Ja, hoe ziet hij eruit? Wat is de achtergrond en hoe ziet de streep eruit? Het is een streep die loopt van links naar rechts en daarna recht naar beneden. Jullie hadden deze camera bij. Ja, maar ik had het beeld van camera 6. Nee, maar liever te kort. Deze kleur is dat niet. Moeten we hier toch gewoon gaan halen? Pieter, hallo? Ja, het is een streep die loopt van links naar rechts. En daarna recht naar beneden. Volgens ons is dat camera 3, Victor. Over. Komen wij die nu halen? Oké, go. Hé, what the fuck, man? Ik zweet me nu al het lip laten, dus mensen. Hoe ver is het, jongens? Ja, het is hier. Echt hier. Oké, jongens, Victor, is dit jullie streep? Ja. Ja, het is deze. Het is deze. Is het deze? Jawel. Zo met die hoek, met die bobbel erin. Ja, dus dit is de knik in de muur. Oké, dan moet je camera 6 hebben. En die heeft iemand anders meegenomen net. Maak even beeld. En dan maak ik contact. Mag ik even nog iets meer ruimte? Jongens, de kabel is eruit. Help me even. Geel, hij moet een geel. Mag geel. Ik even de geel moet erin. Ja, ik weet wel hoe een camera werkt, want ik werk bij de televisie. Maar van deze camera kon ik niet de kabel erin krijgen. En waarin dan? Geel. Ja, geel in geel. Het is ook tijdsdruk, weet je. Je staat te stressen met z'n allen. En je wil gewoon snel dat plaatje hebben. Hoe moet ik de camera zetten? Over. Stop even, wacht even. Is Rick bij jullie? Ja. Rick is bij ons, over. Rick heeft camera 6 mee, die moet hij terugbrengen. Oké. Want Victor en Carolina hebben de afbeelding van camera 6 gevonden. Zeg eventjes of wij hem goed hebben. Jij moet er iets naar links nog met je camera en dan staat hij goed. Iets naar links. Oké, nee, dan moet je iets anders naar boven. Kantelen. Iets naar onder dan. Ja, zo is hij goed. Stop. Hier, deze. Grijze achtergrond, een gespiegelde L. Ashwet voor Pieter. Ja, Ashwet. Ik heb er een gespiegelde L. Het zijn allemaal L'en, jongens. Het is een dit is gewoon een gespiegelde L. Maar die is niet aangesloten. Laat maar komen, dan kan ik kijken of het klopt. Oké, Ashwet, we denken dat het camera 10 is. Kom maar hierheen om de camera op te halen. Over. 10. Carolina voor Pieter. Ja, Pieter hier. Wij zien jullie scherm. Carolina, maak nu het shot. Je moet iets inzoomen. Oh shit, wat doet dat? We gaan de inzoomknop zien te vinden. Lekker slim. Zo. Oké, Pieter van Victor, hij is goed nu. Hij is goed, laat het staan. Dankjewel, over. Top. Yes. Ik ben Carolina Dijkhuizen en ik ben een zangeres, actrice. En was afgelopen seizoen te zien in de musical Sister Act als Dolores van Cartier. Ik ben wel iemand die een beetje de kat uit de boom kijkt, in het allereerste geval. Maar als ik helemaal loskom, dan kan ik wel een beetje luidruchtig zijn. Dit is Ashwet. Ik herhaal, de kabel is te lang, of te kort. De kabel is te kort. Ze moeten die kabel uit de knoop halen. Ashwet, als je er niet bij kan komen, moet je terugkomen. Want we kunnen de kabel niet langer maken. Ik denk dat de mol zich vooral bezig is met het saboteren. Camera's uitgezet. Onze camera is ook uit, die en die. Ga ze maar even aansluiten dan. Weet je nog waar die zit? Ik wil niet lullig doen. Deze is ineens uitgeschakeld. Die is uitgeschakeld en die is uitgeschakeld. Wacht even, wie is er nou? Ja, jij bent hier. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het spoorbijster was in de controlekamer. Welke camera bij welk scherm hoorde. Want ik had anders geteld dan had gemoet. Pak 10. Oké. Zit die vast? Niet zo handig. Maar ja, goed, ik kwam dus ook maar
laat in die controlekamer. Ik wist ook niet meer precies wie bij welke camera hoorde. Kijk, nou gaat hij weer aan. Nou gaat hij weer aan. Ashwet voor Rick. Ik heb dus die gespiegelde L hier, camera 10. Ashwet, we gaan nu even kijken. Camera 10. Nee, is niet goed. Je moet hem iets meer inzoomen. Het liggende streepje van de L moet tegen het kader van de lens liggen. Top. Ja. Goed zo. Oké, ik ben weg. Even hierachter. Dit ziet er ook minder groen uit. Toen dacht ik, ik moet met iemand anders op stap. Dus ik ga met een andere verdachte van mij op pad. Hier! Ja. Hebben we die al? Nee. Oké. Nee, kom. Let's go. Ik ben Chris Segers. Je kent me wellicht als acteur in series als Meiden van Wit of Van God Los. Maar mijn liefde voor reizen heeft ervoor gezorgd dat ik al 10 jaar de wereld rondreis voor reisprogramma's als RTL Travel en BNN's Trio-reis. Met recht kan ik zeggen dat ik in een uithoek van de wereld ben. Het afgelegen Fogo Island. Chris, rustig aan. Eigenlijk weet ik niet zo heel erg goed waar ik instap. En dat maakt het voor mij zo leuk. Het spannende element, het psychologische gedeelte, het onverwachte. Want de reacties daarop, daar kijk ik het meest naar uit. Dit zijn wij. Wat is dit nou? Wat is dit? Ja, die is dus weer gemanipuleerd. Wie liep hier net langs? Ashwet. En Chris is er ook al. Chris. Hoe weet niemand? Maar feit is dat die camera wel 4 keer weer verschoven is en veranderd is. Margriet voor Victor. Victor voor Margriet. Het is niet te geloven, maar de camera op de trap is weer verschoven door iemand. Moment, Victor, heel even, want we moeten even met Chris aan de gang. Tot zo, over. Martine, ik heb nu camera 9. Kan jij mij sturen hoe ik hem moet draaien, de camera? Dat ben je, hè? Ja. Ja, dit. Dit ben ik. Dit is goed. Wacht even. Terug naar wat je net had. Ja, moment. Stop. Wacht heel even. Recht in beeld aansluitend. De poten moeten aansluiten. Oké, Margriet, zie jij nu camera 8? Ja, beter nog niet. Ja, maar ik heb nog niks gedaan. Nee, dus ben ik. Zeg Pieter. Oké, Margriet. Pieter en Rick hier. Wij hebben camera 8. Ja, met die hoek. Moment, wij zijn nog heel even met Chris bezig. Chris, je moet nog een tikje recht in het beeld zetten. Eigenlijk is het een liggende U geworden. Die Margriet, moet je maken. Pieter en Rick hier, dat zijn wij. Je bent al een half uur tegen Chris aan het praten, maar wij hebben de liggende U met camera 8. Ze zitten pukken. Ik had niet die indruk dat Margriet echt luisterde naar wat er op die porto binnenkwam. Hallo Margriet, hier ben ik, hallo. Ja, daar ben je. Dus ik moest op een gegeven moment echt een camera pakken en een filmische selfie maken om haar duidelijk te maken waar ik was. Is dit Chris? Ja, dat is Chris. Dat is Chris. Jezus, we zitten te verkeerd te kijken. Pieter, die pootjes mogen we niet zien in beeld. Ja, goed, wacht even. Ja, exact, stop. En Chris, dit is Martine, jij moet een liggende steen net andersom. Dus je hebt hem nu... Ja, exact. Zij gaan naar boven links, gaan wij naar boven rechts. Hier kunnen we ook nog omhoog. Nee, dit is geen groen. Het is allemaal wit. Er waren 2 strepen gewoon niet te vinden. Goed zo, Victor. Over. En dan op een gegeven moment hoor je dat de opdracht is afgelopen. En dan voel je het al aan je water. We zouden toch niet de eerste Wie is de Mol-groep zijn die gewoon met 0 euro naar huis gaat? Een ononderbroken rode streep had er te zien moeten zijn op deze schermen. Nou, dat is niet gelukt. 2000 euro hadden jullie kunnen verdienen. Dat is ook niet gelukt. 0 euro voor de pot. Ik denk dat wij als groep een briljante molstrategie hebben. We zorgen gewoon dat er niks uit de pot te halen valt voor de mol. Er is ook geen penningmeester nodig. We hoeven niks te beheren. Er kan geen geld verdwijnen of kwijtraken, gestolen worden. Dus ik denk dat de mol het echt nog heel zwaar gaat krijgen de komende weken. Hoog tijd voor test en executie. Misschien moeten we toch iets wat betreft samenwerking iets beter op elkaar dingen afstemmen. Want ook vandaag was het behoorlijk chaotisch, vond ik. Wie heeft die camera's de hele tijd verplaatst? Ja, wie? Hoe is het mogelijk, echt? Ja. Wat er verdacht was, was dat er een paar camera's goed stonden en dat die meerdere malen zelfs
waren verdraaid, zodat ons beeld niet meer goed was. Nee, je hebt heel het overzicht gehaald, toch? Wat was jou opgevallen? Camera's stonden goed, camera's weer niet goed. Mensen die camera's meepakten zonder te overleggen, zeggen ja, nee, ik weet het zeker. Volgens mij hebben wij met jou overlegd. Nee, dat hebben we niet. Nee. En de afspraak was, we overleggen. Wij? Wat in ieder geval niet werkte, is dat er mensen dan zijn die op eigen houtje, terwijl we nou juist een verdeling hadden gemaakt, binnenkomen en zeggen ik moet die camera hebben en toedeloe. Maar het maakt niet uit. Nee, het is niet gelukt. Zullen we het even terugspoelen? Even terugkijken. Wel even helder dat dit de control room was en niet ergens boven aan de trap of elders. Dus alles moet terug. De emoties nemen de overhand. En er zijn mensen niet meer aan het denken, maar zijn aan het voelen en aan het kijken en jaloers aan het zijn. En ja, dan gaat het fout. Ik heb het idee dat ik wel een bondje heb met Rick. Ik weet niet of hij ook een verbondje heeft met mij, maar ik heb dat wel met hem. Rick en ik zijn allebei op onze eigen manier goed om informatie binnen te halen. En wij hebben de afspraak dat wij onze informatie delen. Hé? Hoe kom je hier aan? Wat is dit? Ik heb een joker. Ik heb aan Rick verteld dat Victor en ik een joker hebben. Dat was een geheim. Ik heb aan Victor beloofd dat ik dat tegen niemand zou vertellen. Ik zat gisteren in de kamer met Victor, dat weet je. Ja. Victor zei, ik ga met jou op de kamer. Hij ritste een sleutel weg. Hij pakte als allereerste een sleutel, weet je dat nog? Ja. Ik kwam in de kamer binnen. Op het bed ligt er een briefje. Oh, jeetje. In de bureau van kamer 3 liggen 2 jokers voor aflevering 1. Niet. Dus we moesten inbreken in de kamer van Carolina en Evelien. Daar zijn jullie ingegaan? Ja. En daarna gaan ze 2 jokers. Nou, dat is het verhaal. Ik heb een vriendschappelijke band gekregen met Marlijn. Marlijn heeft me toevertrouwd dat zij een joker heeft. Dat Victor een joker heeft. Dat weet bijna niemand. Ik weet het. Ze heeft me ook verteld dat ze hem niet vertrouwt, omdat hij gelogen heeft. Ik denk dus dat Victor echt een enorme grote mol zou kunnen zijn. Mijn naam is Rick van der Westerlaken. Ik ben journalist. En je zou me kunnen kennen als presentator van het NOS Journaal. Zorgverzekeraars willen dat de wet langdurige zorg wordt uitgesteld. Kijk, in de journalistiek stel je een vraag en hoop je dat iemand ook echt daadwerkelijk eerlijk antwoord geeft. Maar ja, dit is Wie is de Mol. De helft van de mensen staat te liegen. Ik voelde gewoon dat hij loog. Ik trok die laar open, lagen gewoon 2 jokers. Zij heeft je eerst willen misleiden? Ja, het is gewoon een lege laar en daar liggen 2 jokers in. Okay. Dus hij heeft enorm gelogen, maar enorm geprobeerd te naaien. Ja, oké. Ja? Ja. Voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Wow, wat spannend. Je loopt daar in die prachtige tempel op je blote voetjes. Je lot tegemoet. Met natuurlijk die joker in mijn zak. Nog steeds twijfelend zet ik hem in. Of niet. Want ja, dat zinnetje, voor wat hoort wat, dat spookte door mijn hoofd. Maar toch zei iets in me, het brandde in mijn zak, maar ik dacht, doe het niet, bekijk het. Wie is de mol? Wat er echt verdacht is geweest, is toch Eshwet en Chris. Eshwet heeft die vrijstellingen gevonden, terwijl het echt heel erg moeilijk was om die mensen op te sporen.
Maar is hij dan de mol? Want wat heeft die mol nou aan vrijstellingen? Dan denk ik Chris. Die zijn een beetje vriendjes. Dus daar is iets aan de hand. Misschien is Chris wel de mol. Mijn top 3 is op 1 Chris. Op nummer 2 Pieter. Martine, 3. Nee, ik heb nog in principe 8 verdachten, want ik vertrouw mezelf ook niet helemaal. Maar Carolina en Chris vind ik het moeilijkst te peilen en daardoor het meest verdacht. En verder vertrouw ik Martine ook nog niet helemaal. Carolina, heel onopvallend. Zij is de rustige van het hele stel. Ligt heel erg voor de hand om te denken, ja, dan is zij het. Tegelijkertijd als een soort drosteneffect, ja, waarom ook niet? Marlijn, welkom op mijn lijstje. Ik hou jou in de gaten. Iemand die ik sterk verdenk is Victor. Na het incident van dag 1, het jokerverhaal. Het klopt niet. Hij pakte de sleutel, gids die als eerste weg van onze kamer. Hij wist dat dat briefje van de mol daar zou liggen, zodat hij die joker zou kunnen verstieren. Ik heb die joker dus ingezet. En kom maar op met die mol. Die tegenprestatie, die kan ik wel aan. Ik ben niet bang. Vanaf het moment dat je daar naartoe loopt en weet dat je wellicht aan de beurt komt, is enerzijds verschrikkelijk en anderzijds is dat het moment waarvoor je het allemaal doet. Want daar komt alle spanning samen, het balt zich daar samen. Je loopt min of meer naar de gallig. En je weet dat het daarop aankomt. Maar ik geniet er stiekem juist heel erg van op dat soort momenten. Want dat zijn de momenten waarop je het meest voelt. Dat zijn de meest pure momenten. Eén mol en 8 kandidaten mogen door in dit spel. Eén van jullie valt zo meteen af, als eerste. En om eerlijk te zijn had ik het idee, toen ik jullie voor het eerst zag bij het treinstation, dat het wel goed zou komen met die opdrachten. De mol krijgt het nog lastig, dacht ik. Inschattingsfoutje. De pot is nog steeds helemaal leeg. Misschien is het een troost voor degene die dadelijk als eerste naar huis moet. Een schrale troost. Dat wel. Want onze tocht leidt ons nog langs prachtige plekken. En Jouet, je hebt een vrijstelling ingezet. En dus ga jij door naar aflevering 2. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gaan we maar eens bij de rest kijken. Marlijn. Yes. Eerste groene scherm. Fantastisch, dankjewel. Victor. Schrikkelijk. Zullen we maar naar jou gaan kijken dan? Evelien. Okay, girl. Oh my god, wat is het spannend! Mevrouw. Oh god. Carolina.
5 groene schermen. Pieter. Want je bent zo'n hecht clubpie, maar er moet één iemand uit. En dat is dan Pieter. En dat is dan heel zwaar ook op dat moment. Maar aan alle kanten ben je super blij dat jij het niet bent. Het is zo'n raar dubbel gevoel. Maar ik had wel echt heel erg met hem te doen. Ga mee, Pieter. Ja. Het feit dat Pieter weg is, voelt alsof er iemand in één keer weggerukt is uit die groep. Hij staat op, we omhelzen hem en in één keer is hij weg. Je spreekt hem niet meer. Vertrokken. Helaas was hij het slachtoffer. Pieter, wat ik me van jouw voorgangers kan herinneren die als eerste afvielen, ja, was vooral ongeloof. Ja. Hoe zit het bij jou? Ja, ook. Ik ben er blijkbaar ontzettend ingetuind. En blijkbaar mensen niet verdacht die ik wel wat argwanender in de gaten had moeten houden. Ja. En jij bent de eerste afvaller van de Mol 2015. Ja. Het is een dubieuze eer. Het is een hele dubieuze eer, ja. Hoe kijk je er zelf naar? Ik was eigenlijk vooral bang dat dit zou gebeuren. Omdat die eerste aflevering volgens mij gewoon een soort loterij is. Je dacht als ik die maar doorkom. Ja, precies. Daarna kun je een beetje op een spoor zitten en dan weet je ook wel een beetje dat je goed zit. Ja. Je bent ooit de slimste mens van Nederland geweest. Ja. En nu de eerste afvaller bij Wie is de Mol. Ja. Hoe valt dat te rijmen? Dat valt volgens mij niet te rijmen. In elk geval is duidelijk dat de slimste mensen in Wie is de Mol twee totaal verschillende programma's zijn. Ja, ook al was het maar heel kort, ik vond het mooi dat je erbij was. Ik ook. Goeie reis. Dankjewel. En dank je wel. Oké. Okay. Post van de Mol. Zorg ervoor dat je bij de volgende opdracht 100 euro uit de pot kijkt. Welkom in de National Gallery. Hier moeten bomen. Wat voor bomen? Hey, wie heeft daar een schilderij weggehaald? Hij zit nu op mijn plek. Ik ga dus nu gewoon mollen. Hier ga je niet aan zitten. This is my jurisdiction. Joker nodig? Vraagteken. We zijn op de rotonde en we komen vanaf de zee en onze linkerhand. Ik zit helemaal verkeerd. Ik zat naar de verkeerde ding te kijken. I'm sorry. Hallo, hoe kan dat nou? Hoge, hoge, hoge. Ja. Er zit iemand aan mijn benen. En toen zagen wij Rick helemaal kapot, alsof hij half Colombo op die kar had zitten.